Dus je komt in een werkstraf, dat duurt 50 uur, waarvan 25 dagen voorwaardelijk. 50 uur te vervangen door 25 dagen als die werkstraf niet zou uitgevoerd worden met een proeftijd van 2 jaar. Tevreden gezichten bij de gemeente Weert na afloop van de uitspraak. De chauffeur is door de rechter schuldig bevonden aan mishandeling, bedreiging en belediging. Al is de strafmaat voor burgemeester Heijmans bijzaak. Het gaat om een hoger doel. Dankzij de signalen, dankzij het feit dat ik hier ben, is de rechter wel duidelijk geworden dat we dit serieus nemen. En serieus moeten nemen. En dat ook de maatschappij, de gemeenschap in Weert, dit niet accepteert. Het incident speelt zich in maart af. De BOA krijgt een klap op de borst van de chauffeur als zij een opmerking maakt over het parkeren van de vrachtwagen. Ook beledigt hij haar en maakt hij discriminerende opmerkingen. Door het voorval zit de vrouw al enkele maanden ziek thuis. Zelf wil ze niet voor de camera reageren. Stress, fysiek bij de borstbeen, de schouders, de rug, migraine aanvallen. Dus het slechtere slapen, dus echt een totaalpakket. Geweld tegen gezagsdragers en hulpverleners is al langer een probleem in Nederland. Ondanks vele acties vanuit de overheid en politiek. Ik doe dan ook een oproep aan mijn collega's om mishandeling, bedreiging tegen ambtenaren, tegen verpleegbouwers, wat dan ook. Om meer naar voren te komen en dit niet te accepteren. Zodat het geen roep in de woestijn wordt, maar een herhaling zoals ik vaak zeg. En dat we langzamerhand ons gaan beseffen dat dit we niet kunnen accepteren. De chauffeur zegt niet te hebben geslagen, maar alleen tegen de schouders te hebben geduwd. De rechter houdt het op mishandeling en legt de chauffeur een taakstraf van 50 uur op, gelijk aan de eis van justitie. Ook moet de man €250 schadevergoeding betalen, veel minder dan geëist. Er worden klachten vastgesteld, alleen wordt niet vastgesteld dat die klachten veroorzaakt zijn door het handelen van mijn cliënt. De advocaat weet nog niet of er hoger beroep volgt. Het is nog onduidelijk wanneer de stadswacht weer aan het werk kan.